In deze nieuwe aflevering van Super Mario Bros. Wonder komt Bowser met zijn schip weer om de hoek kijken. Betreedt Mario eindelijk de zwammenmijn en gaat Mario een spookhuis in. Oh, daar is Kamek weer. Wat komt Kamek doen? Hallo? Wat heb jij te vertellen, maat? Oh, je hebt alleen wat te lachen. Ga jij weer je PlayStation Powers over mij heen gooien? Wat? Oh no! Weer een Bowser schip! Oké, ik ben hier klaar voor. Let's go. Ben jij er ook weer klaar voor? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Luchtgaljoen van de Tulpenkust. Oh, daar gaan we weer op zo'n Bowserschip. Dit zijn wel lijpe leveltjes hoor, jongens. Met zijn groene haren. Ja, ik krijg hier echt retro vibes. Wel bulletbilletjes. Of, dat zijn geen billetjes, hè. Die kleine, dat hebben jullie me ooit eens verteld. Dat die kleine, dat geen bulletbills zijn. Dat alleen die grote bulletbills zijn. Ik vind ze gewoon allemaal billetjes. Oh, kijk, ik kan hier wel lekker een wolkie pakken. Laten we dat doen. Kunnen we lekker een beetje zweven. Lekker. Hoppakee. Billetje ontwijken of boeletje ontwijken. Dat had ze een idee. Ik ga ze allemaal vangen, jongen. Jullie hebben niks op mij. Ik vang jullie allemaal. Jullie gekke billetjes, bolletjes, bommetjes. Ja, let's go. En dan, ja, staan we hier. Dan kunnen we hier onderlangs zo. Heel even wachten. Ik ga vallen. Mijn wolk was op. We zijn nu hier bij het volgende stukje. En we hier even zo'n wolkje pakken. Even goed in de gaten houden dat we overal naartoe gaan waar we moeten gaan. Zodat we die 10 muntjes pakken. Deze zet ik even aan. Dan pak ik hier even een nieuw wolkje. Zo. Zo, kijk ze gaan, jongen. Gekke bullets, man. Dus even normaal, joh. Kan ik hierin? Auw. Ik wou even kijken of ik daarin kon. Ik kon daar inderdaad in. Die was groen. Daarom dacht ik dat ik erin kon. Oké, ik moet wel echt oppassen. Zal ik even mijn vuurbloem pakken? Dan kan ik even geraakt worden als het nodig is. Hier overheen springen. En hier doorheen springen. Yes! Oké, lekker man. Lekker. Ik heb nu de smaak te pakken. En we zijn op de helft. Ja, deze moeten allemaal kapot. Dan kunnen we de wonderbloem pakken. Zo, hoppa. Yes. Wat is dit? Oh, Bowser gaat weer op mij proberen te schieten, jongen. Niet op mij schieten, jongen. Laat me met rust. Schiet hier maar op. Hier zo. Schiet maar. Ja, goed zo. Top. Dankjewel, Bowser. Yeah. Zit je nou te schieten op mij, jongen? Hier, ik pak je wonderzaadje. Zag die Bowser erachter? Ja, wegwezen met jou, maat. Wegwezen. Oh, daar zijn we aan het einde. Let's go into the zilveren buis. Oké, en dan? Oké, wat gebeurt daar? Boze Bowser. Ik moet weer op de knop drukken. Oké, dan prima. Ga ik eerst deze even pakken. Ga gewoon chillen. Ga gewoon een beetje rustig aan chillen. Kijk. Oh, ik wou ze gevangen nemen. Dat is super dom dat ik daar sprong. Maar ja, maakt niet uit. Hoppakee. Kapot. Jij bent kapot. Eet jouw bommen. Eet jouw onderdanen. En ontplof. Mijn Bowser-machine. Ja, dan hebben we dit leveltje gehaald. Dan kan het dingetje weer ontploffen. Ontplof maar even, joh. Lekker. Kun je zo'n stoer schip hebben, maar je hebt niks op Mario. Nu kunnen we dus twee kanten op. We kunnen hier naar beneden. Of we kunnen uiteindelijk hier naar links. Laten we eerst de Gnalsje-grot doen. Oh, die eten al die blokjes helemaal op, joh. Die eten echt alles op. Dat is normaal, joh. Stelletje vreedzakken. Ze eten volgens mij zelfs Goomba's op. Ik vind hun niet normaal. Ze eten muntjes op. Oké, we moeten echt een beetje tempo maken. Kijk, hoppakee. Ik heb hier in ieder geval de eerste 10 munten pakken. Gaan we hier even over. Oh, waarom pak je dan ook zo'n liaan vast? Dat is helemaal niet de bedoeling. Oh, kijk, hier, we kunnen dit pakken. Die had ik net ook gemist. Gaan we naar boven? Ik had niet verwacht dat daar wat nuttigs in zou zitten, maar blijkbaar. We moeten hier 5 enemies verslaan. Nog 4, nog 3. Nog wel 2. Kun je deze pakken? Hier, die. Kun je die pakken voor mij? Ja, dat is ook lekker. Als ze me kunnen helpen. Hier, deze moeten we nog. Ja, dankjewel. Wat een baas. Bedankt voor je hulp. Ja, je mag wel wat muntjes eten. Dat heb je wel verdiend. Doei. Oké, nu moet ik even... Dit moet ik even goed doen. Hier moet ik heel even over nadenken, hoor. Oh, ik moet er niet te veel over nadenken. Want ik zie hier alweer een 10 munt. Die mogen ze niet eten van mij. Die zouden ze ook nooit eten. Wat ben ik slecht bezig, joh. Ik ben echt een noob. Ongelooflijk. Ik ben helemaal in paniek door deze gekke gnalsjes. Kijk, wat is het idee. Ik kan het gewoon rustig aandoen. Ik moet op hun hoofd springen. Op het hoofd van die gnalsjes.
Oh mijn god. Het gaat echt helemaal nergens over. Ik ben de slechtste Mario-speler ooit vandaag, geloof ik. En soms heb ik ook wel eens een slechte dag, jongens. Dat kan gewoon gebeuren, hè? Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Ook Rikachu. Oké, maar waar is dan dat wonderzaadje. Waar kunnen we dat wonderzaadje fixen? Oh, ik denk hierin. Die mogen ze niet opeten. Kijk, want hij zit hierin. Ja, ik zag het wel glinsteren. Jeetje. Kijk hoeveel er daar zijn. Hier. Oh, nee. Ik dacht dat ze kapot zou maken, maar ik zet ze alleen even stil. Nou, dan neem ik dit even mee. Dan neem ik het gewoon mee. Dan wacht ik even. Zo, hoppakee. Stop eens even. Hier. Oké. Neem we het weer even mee. Nog een stukje. Stoppen jullie eens eventjes. Stop eens eventjes daarmee. Ik vind het toch niet normaal dit, hè? Ik vind het helemaal niet normaal. Oké. Muntjes. Wat een ziek idee. Die gooide ik te ver weg. Waarom? Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. We gaan de piramide beklimmen. Komt-ie. Hoppa. Die hebben we ook weer binnen. Oh, oh, oh. Doe eens rustig. Doe eens kalm. Deze knaasjes die zitten me echt om mijn zenuwen te werken, joh. Gekke beesten. Oké, dus ik kan nu denk ik hier naartoe. Ik kan deze weghalen, toch? Ja, deze bloem gaat weg. Hoppakeedeetje. En waar gaan we dan naartoe? Dan gaan we naar de zwammenmijn. Let's go. Wereld 5. De ene laatste wereld. De poplins die komen dan, of die lopen weg. Waar gaan ze naartoe? Poplins. Waar gaan jullie helemaal naartoe, joh? Wat is dit voor grote wereld? De zwammenmijn. Kan jij me wat vertellen hierover, Florian? Florian heeft geen idee waar het koningszaadje is. Misschien kunnen we een poplin vinden. Ja, oké. Okay. Ja, goed plan. Kijk, hier is sowieso een poplin. Oh, niet? Hallo? Iemand heeft een briefje achtergelaten. Welkom in de zwammenmijn, de beste plek om mijnwerker te zijn. Tenminste, dat is wat ik normaal gesproken tegen de bezoekers zeg. Maar er is iets vreselijks gebeurd, dus er wordt momenteel niet gewerkt. Ik ben gaan kijken hoe ik kan helpen. Dus ik ben even niet hier. Kom alsjeblieft kijken als je denkt dat je wat voor ons kunt doen. Neem dit wonderzaadje en ga dan zo snel mogelijk naar de brug. Groeten van een bezorgde poplin. Kijk, hoppakee. Eerste wonderzaadje hier in de zwammenmijn. Maar nu moeten we dus op zoek naar poplins. Gasten, waar zijn jullie? Oh, hier. Hallo? Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Ik heb je wonderzaadje gevonden. Ik wil heel graag komen helpen hier in de zwammenmijn. Kan jij voor mij deze brug maken? Hij maakt zich zorgen dat zijn vrienden wel eens overkomen. Florian zegt, wat zeg je nou? Hebben ze zichzelf in gevaar gebracht om het bloemenrijk te helpen? Dat kan ik niet zomaar laten gebeuren. We moeten ze vinden. We moeten bloemenmunten hebben. 10? Oh ja joh, 10 bloemenmuntjes. Tuurlijk mag je die van mij hebben. Als jij daarmee de brug kan bouwen voor mij... Dankjewel, maat. We hebben een detector badge. Die krijgen we van deze pomplint. Daarmee kunnen we wonderbloemen zoeken en meer van dat soort dingen. Oh, die wil ik wel. Ja, dat klinkt goed. De detector badge. Oké, dan hebben we hier dus een paar leveltjes. Oh, kijk, hier een winkel. Die heeft sowieso weer, kijk, een wonderzaadje te kopen. Ja, die moeten we gewoon kopen. Gaan we verrassingsborden kopen weer, jongens? Oh, nee, ik heb al 1 dubbele. Oh, nee, ik heb 2 dubbele. Oké, we hebben wel een hele goede Goomba Mario. Hé, hey, en Hurken de Luigi, die hadden we nog niet. Balloon Luigi hebben we nog niet. Nou, Hurken de Peach hadden we wel. Deze hadden we ook. Ja, het wordt wel steeds moeilijker om nieuwe te krijgen natuurlijk. Maar de rode Goomba Yoshi hebben we binnen. En de gele Yoshi op een wolk. Ik koop er nog 2. Hoppakee, gele Goomba Toad. Lekker. Oké, zie je? Nu, dat is het teken dat ik moest stoppen. Doei, tot de volgende. Hier is ook een level. Ja, kijk. In al die wolken zitten volgens mij levels. Hier niet. En hier? Ja, hier wel. Hier is een blokje. Hé, maar licht uit in het spookhuis. Gaan we een spookhuis in? Dat vind ik vet. Daar hou ik van. Cool. En dan? Kan dit licht aan? Oké, nee. Oké, en dan kan ik dit doen? Ja, dan is het licht aan. Dat is lekker. Okidokie. Nice. Okay, hier kunnen we sowieso op. Of niet? Oké, dan niet, dan niet. Hoppakee, licht aan. Wegwezen, jongens. Wegwezen. Hier kan ik niet op. Ik moet hier via de andere kant op. Zo, ik moet hier via deze kant op. Hallo, kom maar in het licht. Doei. Oh, 3 deuren. Oh, nog veel meer deuren. Oké, ik pak de... Wow, jongen. Doe eens even kalm, man. Wegwezen, joh. Kan ik deze deur pakken? Er zitten muntjes in. Oké. En hier. Wat hebben we nog? Oh, kijk, daarachter. Ik zie daarachter ook een 10 munt.
En mijn sensor gaat af voor de wonderbloem. Oh, misschien moet ik wel... Ik moet door die deur heen, denk ik toch. Kom eens. Hier. En dan door de deur heen. Ja. Oké, allemaal leuk. Maar hoe kom ik nou bij die 10 munt? Oh, oké, wacht. Wacht. Iemand gaat mij dat vertellen. Kijk, hoppakee. Licht aan. Dan kan ik nu even deze pakken. Nog een keer licht aan. Moet ik vanaf hier helemaal jumpen zo? Nee, oké, ik moet omlopen. Kijk, ik moet zo. Hier naar boven en dan hier zo. Ja, lekker. Oké, we gaan door. Ik vind het wel een leuk level. Hoppakee. Ik doe even een lampje aan, ja? Jee, nog een rondje. En precies werd dat ding niet geraakt. Die gekke spook. Hoppakee. Oké, nog een rondje. Ik ga wel eventjes deze bloem pakken. Die heb ik even nodig. Oké, als jullie eventjes een beetje mijn kant op komen, dan... Ja, dit is jammer. Dit ging bijna volledig als plan, maar net niet helemaal. Oh, wacht eens even. Zien jullie wat er gebeurt? Volgens mij kan ik hier naartoe. Ja. Ja. Geheime gang. Geheime gang. Zeker wel. Ik heb een geheime plek gevonden, jongens. Oh, kijk. Daar komt-ie. 1, 2, 3. Let's go. Wat gebeurt er? Oké, dit is vet spacend. Wat moet ik doen? Wajo, King Boo. Als ik je aankijk, kom je niet dichterbij, hè? Dat is top. Dat is top. Oh, deze spoken beginnen ook te zingen, joh. Dit is heel goed. Dit is heel goed. Grote spook zingt ook mee. Dit is fantastisch, jongens. Oh, dit was minder goed. Dit was geen goede actie van mij. Ik kan alleen maar lachen om dit. Dit is toch goud, jongens? La 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 la. Oké, dankjewel voor dit wonderzaadje. En tot de volgende. Was het eng? Nou, het viel mee. Ik vond het vooral heel grappig, meneer Bloem. Oké, we gaan hier doorheen. Let's go. Oh, ik kan er niet doorheen. Oh, ik kon er wel doorheen. Maar ik moet... Ga jij nou eens eventjes rustig aan. Oké, ik ga springen. Let's go. Ook weer gehaald. En gelijk de 2 wonderzaadjes in 1 keer. Oké, welk level gaan we nu doen? Hier zit niks. Giftig telimoeras. Oké, kan ik... Ja, ik moet gewoon lekker aan deze liaan slingeren. Dan gaan ze kapot. Hallo? Hallo, Bloem. Wee! Let's go! Oh, wacht even. Even dit 10 muntje pakken. Oké, doei. Kunnen we hier... Oh, kijk, ja, daar is een buis. Oeh, goed dat ik daar toch nog even ging kijken, hè. Want hier is ook een 10 munt. Oh, maar dit lijkt me wel lastig, hoor. Oké, ik heb het. We hebben het gehaald. Oh, ik kan natuurlijk misschien ook gewoon zo via een dak kunnen gaan. Ik kan het misschien niet zo moeilijk hoeven doen. Ga je pakken, vriend. Hoppakee. Jou ook. Hoppakee. Oh, we moesten ze ook verslaan, want dan kwam er een wonderbloem tevoorschijn. Dat had ik niet eens door. Tijd voor een quiz. Hoe heet de wereld waarin je momenteel bevindt? De zwammenmijn. Geel moeten we hebben. Geel. Ja, zwammenmijn. Let's go. Top. Oké. Leuk, even een quizje tussendoor. Hoe heet de zoon van Bowser? Ja, die weten we ook. Bowsertje, Bowser Jr. Ja, Bowser Jr. Nee, niet die blauwe pakken, maat. Ik wil alleen die rode, gek. Gelukkig pakten we die eerst. Wat kun je in je olifantenvorm doen? Op ballen dansen, trompeteren of waterspuiten? Ja, blauw moeten we hebben. Waterspuiten. Let's go. Hoppakee. We gaan goed. We gaan top. Oh, dat was hem. Dankjewel. Nou, vaker dit soort quizjes doen. Ik vind het hartstikke leuk. Oké, en nu? Nu moeten we even, denk ik, een beetje voorzichtig lopen hier. En misschien had ik die mee moeten nemen. Die slak. Het zou zomaar handig geweest kunnen zijn om die slak even mee te nemen. Het volgende stuk is gevaarlijk. Nou, vertel. Hoezo is het gevaarlijk? Ik kan voorlopig gewoon even doorlopen, toch? Ik denk dat hier wat op moet vallen en dat ik in deze buis kan lopen. Zie je wel? Dat dacht ik al. Moet ik nu echt aan die liaan gaan hangen daar? Weet je hoe moeilijk dit is? Oh, zo. Ja. Springen en dan draaien. Dan kan je net even wat verder springen. Ja, dat was hem. Oké, pak ik nu mijn boor, Mario. Zodat we in ieder geval dit level ook even uit kunnen spelen. Dat moeten we wel in 1 keer goed doen, denk ik. Of ik ga gewoon zo.
Nog makkelijker. Gewoon lekker via het dak. Oké, deze pakken we ook mee. Op en neer door het paddenstoelenbos. Bos. Dit is schijnbaar een heel makkelijk level. Ik krijg maar 1 ster. Dus ik moet hier echt doorheen kunnen rennen gewoon. Mop. En glijden. Hartstikke idee. Pap, pap, pap. Ik wou dat blokje indrukken. Hoe kom ik daar dan? Oh, gewoon zo. Ja, top. Oké, en dan? Ja, en dan? Oké, en dan ga ik hier over jou heen springen? Dat was tenminste wel de bedoeling. Dan kan ik hier verder omhoog? Dan doen we door de buis. Oké, heeft me een kleine power-up gekost, maar goed. Oh, oké, we kunnen hier bouncen. Oh, bouncen wou ik zeggen. Ja, en dan hebben we hem te pakken. Wee, doei. Cool, dan gaan we hier naar beneden. Brrrrap-papapapam. Ik verwacht niet dat we hier ook in een buis kunnen opeens. Deze kunnen we pakken, dan zijn we de drillboor. Kan ik dan zo via deze buis en dan, ja, zo naar boven? Dat is awesome. Dat is helemaal top. Kunnen we zo eroverheen? En dan gaan we deze pompoenen kleiner maken of wat groter maken. Of hoger laten ze samen. Ja, je snapt wat ik bedoel. Gaan we helemaal naartoe, joh. Wat is dit? Ik had erop moeten staan, hè? Nou ja, ik had erop moeten staan. Ik zat net te lang te twijfelen. Moeten ze gewoon even hierop gaan staan? Dan worden we zo mee naar boven genomen natuurlijk. Ja. Hey, blijf jij maar lekker slapen, maat. Ik loop even door. Oké, dan zijn we nu op de helft. Top. Oké, en hier zit dan de wonderbloem in. Wat gebeurt er allemaal? Oh, het is gelijk Halloween thema hier. Kijk nou, joh. Oh, dit is echt... Dit is misschien... Ja, nee, dit is niet misschien. Dit is denk ik gewoon oprecht de beste 2D Mario game die ik ooit heb gespeeld. Dit is toch geweldig, jongens. Kijk ze nou weer dansen ook allemaal. Die plantjes, die doen weer gezellig mee. De pompoenen vliegen de lucht in. Iedereen heeft het volledig naar zijn zin. Met Super Mario. En dat is precies hoe ik dat graag zie in een Nintendo game. Het is gewoon te tof. Hoppakee. Die hebben we ook weer te pakken. Wat een vibe. Dan zijn we denk ik zo'n beetje richting het einde van de level. Jazeker wel. En dan hebben we het volgende wonderzaadje weer te pakken. Oké, dus dan hadden we nog een verborgen level hier zo. De invasie van de antimaterie. Oef, dat klinkt heftig. Mario Wonder is al spacend. Kijk wat er allemaal gebeurt. Het level wordt opgegeten gewoon. Oké, we moeten denk ik wel even voorzichtig zijn. Oké, wat gebeurt hier allemaal? Oké, er komen in ieder geval buizen. Wat gebeurt er als ik daar dan inspring? Ik kan hier gewoon... Oké. Daar kan ik dus niet inspringen. Duidelijk. Daar moeten we van weg blijven. Anders worden we opgeslokt. Oh, kijk, hier komt mijn radar weer. Komt hij hier dan? Wat gebeurt er? Daar is die. Daar is de eerste. Zo, die hebben we te pakken. Oh, ik denk dat hier boven een teammuntje uitkomt. Gaan we zo staan. En dan ga ik hem omhoog gooien. Oh, laat nou niet los. Oh, hij begon te wiebelen, verdorie. Kijk, dan kunnen we hier naar boven. Daar is sowieso een nieuwe teammunt. Ja, dat is hem, dat is hem. Hier moet hij zijn, jongens. Hier moet hij zijn. Maar waar? Waar komt hij? Waar komt hij? Hij komt in het midden. Lekker. Blijkbaar zit hier nog een teammunt in de buurt. Kijk daar. Ja hoor. Eens even kijken. Zit hij hier? Ja, hier. Oké, cool. Oké, we moeten even dit powerblock powen gewoon, hè. Oh nee! Daar is Spook Mario! Hoe vaak kunnen we dit doen? We kunnen dit gewoon blijven doen. Oké, ik ga nu naar boven. Ik weet niet waar ik naartoe moet namelijk. Hier? Oh nee, er zijn nog veel meer spoken hier, joh. Kan ik hier doorheen? Ja, we kunnen hier naartoe. Oh, kijk. Oh, we moeten muntjes gaan zoeken. Ik heb er 1. Oké, we gaan op zoek naar de volgende. Ja, hier is de volgende. Nummer 2. Komt u maar, dank u wel. Nummer 3 zit hieronder. Hoe gaan we die pakken? Oh, die gaan we zo omhoog. Dude! Oh ja, hij komt natuurlijk helemaal achter mij aanrennen, hè? Dat vergeet ik de hele tijd. En hoe langer we hem op afstand houden, hoe sneller die bij mij in de buurt komt natuurlijk. Oké, ik moet hier omhoog zien te komen. Hier zie ik er nog 1. En hier is de laatste dan. Cool. Oké, waar moeten we nu naartoe? Oh, we zijn vlakbij. Lekker, man. Super lachen dit. Let's go! Die hebben we ook weer. Ja, nice. 1, 2, 3.
Lekker. Oké, nou, volgens mij hebben we nu zo'n beetje de eerste helft hier gehad. Nou ja, ik weet natuurlijk niet of het de helft is, maar we hebben het eerste deel hier gehad. Oh, ik zie hier nog een level die ik moet doen. Plantaardig deuntje. Ja, dat zijn altijd wel de leuke levels. Moet ik gewoon die... Ik moet hun pakken, hè? Ik moet hun slopen. Lachen, man. Geweldig. We worden hier geroepen door een poplin. Die zegt, kijk nou toch, joh. Mijn vrienden zijn hier afgedaald. Ik denk dat ze helemaal in het diepste gedeelte zijn. Nog voorbij de 3 ruïnes. Maar de weg erheen is versperd. Het is belangrijk om beneden de weg niet kwijt te raken. Dus ik zal jullie af en toe opzoeken voor het geval dat je verdwaalt. Dankjewel, man. Dan gaan wij in de volgende aflevering jouw vrienden helpen. Dus doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. En vergeet dan sowieso niet te abonneren. Dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!